werkte voordien 5 jaar bij hetzelfde bedrijf en ik was daar verantwoordelijk voor de klantenboekhouding. Dus dat had eigenlijk alles te maken met opmaken facturen, afhandelen van de betalingen, maar dat werd me eigenlijk iets te eentonig. En dan zag ik de vacature van Lidl en dan dacht ik van ja, dat is misschien wel iets voor mij, want dat is een nieuw bedrijf, waarschijnlijk ook veel kansen. En dat was ook effectief zo. Dus ik ben super blij dat ik toen die stap genomen heb. Ik heb door de loop van de jaren echt mooie kansen gekregen. Ik ben kunnen doorgroeien, oorspronkelijk was het hoofdadministratie. Maar dan is er op termijn nog het luik hoofdadministratie en personeel bijgekomen. En daar liep het voor mij een beetje mis. Voor mij was dat luik personeel er te veel aan. Dat was een beetje te ver van mijn bed. En ik kon het eigenlijk mijn job niet meer naar behoren uitoefenen, omdat ik vond dat ik het niet voldoende correct niet meer deed. Maar daar, dan ook weer Lidl, super tof. Dat is bespreekbaar. Dus ik heb dat dan ook aangekaart, dat dan niet meer de job was wat ik graag deed. En dan hebben we samen naar een oplossing gezocht en ik heb dan een stap terug kunnen zetten. En ik ben dan teamleader administratie geworden. En dat is eigenlijk de job dat ik nu nog steeds doe en wat ik nog steeds super graag doe. We zijn eigenlijk op heel veel vlakken geëvolueerd. Vroeger ook waren wij eigenlijk als bedrijf, niemand kende ons. En als je nu ziet, wij zijn gewoon niet meer weg te denken uit de media. En dat is ook fijn dat uw vrienden, uw familie u daarop aanspreken. Van, ah ja, je werkt bij Lidl, ze zijn met dat of dat bezig. Ja, nu zijn we eigenlijk trots dat je bij Lidl werkt. Doorgaans die evolutie zijn we eigenlijk van 1 distributiecentrum naar 5 distributiecentra geëvolueerd. En ik heb eigenlijk ook een heel nauw contact met mijn collega's, degenen dat dezelfde functie uitoefenen. En dat is ook fijn, omdat je kunt met elkaar ideeën wisselen, je kunt eigenlijk ervaringen delen en je hebt eigenlijk nu ook altijd iemand om op terug te vallen. We hebben echt wel een hele goede band. We hebben eigenlijk maandelijks, organiseren wij zelf onder elkaar zo'n meeting. Dat we kunnen bijpraten, zaken dat openstaan. Dus ja, echt fijn werken. Ik heb op dat vlak ook het heel goed getroffen met mijn collega teamleaders. Toen ik er het eerste jaar was, had ik een collega en die gaf skateles. En die heeft ons eigenlijk allemaal mee geïnviteerd om een gratis skateles te krijgen. En ik heb toen die microben ook te pakken gekregen. En ik ben sindsdien dat blijven doen. Dat is echt mijn uitlaatklep. Het is eigenlijk zelfs zo ver gekomen dat ik tijdens de vorige lockdown ben ik met de fiets naar het werk geweest, met mijn elektrische fiets. Ik ben zo dom geweest van mijn batterij op mijn teen te laten vallen. Ik mocht dan van de dokter niks meer doen, want er mocht geen druk op die teen. En dan was ik zo ontgoocheld en dan heb ik eigenlijk uit mijn skate een stuk geknipt, zodanig dat mijn teen vrij was. Hey Chantal, het is hier met Leroy. Ik wens jou een hele dikke proficiat. Dag Chantal. Och. Herken je me nog? Ik zou zeggen, op naar de volgende 10 jaar dan. Ik hoop nog even met jou te mogen samenwerken. Ja, Chantal, Peggy kan er nu niet bij zijn, maar ook in aan van haar een hele dikke proficiat. Het moment dat je tijdens een bespreking of zoiets ineens naast je stoel ging zitten en alleen je hoofdje nog boven tafel uitstak. Oh, maar dit is zo mooi. Prachtig. Och, ja, dat is een supermooi geschenk. Dank je wel. Dank je wel. Prachtig.